Hi Mink en welkom bij MBD Biblion. Jij bent hier om je project van de chocoladefabriek in Bibendo verder toe te lichten. Zou je kunnen uitleggen hoe dat project tot stand is gekomen? Jazeker, wij zijn met de Bibliotheek Gouda op zoek gegaan naar samenwerking met middelbare scholen. En bij het Welland College uitgekomen, dat is een VMBO-school. We wilden graag een game met ze ontwikkelen, omdat we ook in het pand zitten, de chocoladefabriek. Ja. Waar naast de bibliotheek allemaal andere organisaties zitten, waaronder het streekarchief en een VR-bedrijf. En we wilden eigenlijk een game maken om het gebouw te introduceren. En zo zijn we bij het Welland gekomen om daar een soort pitch te geven aan de derde klassers. En daar een sollicitatieopdracht voor het vak Nederlands uitgerold. Oké. Ja, je zei het al, hè, de verschillende bewoners heet dat volgens mij in de chocoladefabriek, die komen dan, komen dan aan bod. Dus het project is in essentie dat het een rondleiding zou worden door het gebouw zelf. Ja. Ja? Hoe is dat uitgepakt in het project zelf? Ja, goed denk ik. De zes bewoners inderdaad hebben allemaal een vraag gekoppeld aan de organisatie gekregen. Dus als je de game speelt, ga je door heel het gebouw heen. Oké. Ja. Oké, leuk. En je noemde net al dat er een samenwerking is aangegaan met de VMBO-school. Ja. Hoe is dat proces van sollicitatie precies verlopen? Ik heb aan alle derde klassers, het idee was dat derde klassers een game gingen maken voor tweede klassers. Want die weten natuurlijk veel beter wat tweede klassers willen dan wij. Ja. En toen heb ik een pitch gegeven aan waar we naar op zoek waren, wat voor materiaal we hadden. En in samenwerking met het docententeam Nederlands. En zij hebben toen een sollicitatieopdracht uitgeschreven die alle derde klassers moesten doen. Dus gewoon eigenlijk een sollicitatiebrief schrijven voor dit project. En dan konden ze ook aangeven of ze er echt wel zin in hadden of niet. En zo zijn we tot een groep van zes gekomen. Die allemaal zeer gemotiveerd waren. Dus dat was wel een goede zet van het docententeam ook. Oké. Ja, hartstikke gaaf procedure. Ja. Oké, die zes leerlingen die waren dan onderdeel van de werkgroep. En toen zijn jullie met Bibendo een aantal workshops gaan volgen. Ja. Hoe verliep dat? Goed, het was lekker spuien in het begin. Ze hadden heel veel energie en ze waren heel gemotiveerd. En dat hebben we weten te kanaliseren tot iets werkbaars, denk ik. Het was ook een beetje een middenweg zoeken tussen wat derde klassers willen. Want ze wilden natuurlijk vooral ze wilden veel ontploffingen. en dat is op zich oké, maar dan wel met een soort van biep blik erop van dat het wel redelijk vreedzaam bleef. Dus daar hebben we een goede middenweg in gevonden, denk ik. Ja. Ze waren vooral echt heel gemotiveerd en heel enthousiast. En ze hebben ook echt een hele wezenlijke bijdrage geleverd. En dingen waar ik denk ik niet zozeer op zou komen, omdat ik gewoon geen derde klasse meer ben. Nee, precies. Oké, dus de leerlingen waren heel erg betrokken bij het creatieve proces. Ja. Vervolgens hebben ze natuurlijk een aantal workshops gevolgd om het pad van Bibendo te bewandelen. Hoe denk je dat de werkverdeling is geweest? Dus enerzijds de Bibliotheek Gouda, anderzijds de leerlingen van het Welland College en daarnaast ook nog de medewerkers van Bibendo of MBD Biblion. Ik denk dat het wel een hele goede samenhang is geweest tussen die drie. Vooral de opzet van de workshops van Bibendo was een heel goed format, ook voor de doelgroep denk ik. Mm-hmm. Dus moodboards maken en praktisch aan de slag. Ik denk dat bij de doelgroep van 3 VMBO heel belangrijk is dat je ook praktisch aan de slag gaat. En dat in principe ook alles wel kon, in principe. Ja. De technische ondersteuning vanuit Bibendo was ook heel fijn. Okay. Dus de leerlingen hebben dan meegedacht aan de inhoud, hoe een game eruit zou moeten zien, maar ook aan de vorm. Ze hebben zelfs tekeningen aangeleverd. Okay. En een logo gemaakt ook. En daar kon ik dan weer met mijn eigen achtergrond aan de slag om filmpjes te maken en afbeeldingen. Ja. En dan was er Bibendo voor het technische verhaal achter het geraamte van de game. Oké. Ja. Ja, heel goed. Oké, nou, al met al is denk ik een hele rijke ervaring geweest ook voor die leerlingen, omdat ze de sollicitatieprocedure moesten doen. En daarna zijn ze volgens mij ook nog bezig geweest met de activatie van de game zelf via social media. Ja. Kan je daar nog kort iets over vertellen? Ja, ze hebben een social media kanaal opgezet. En daar hebben ze bij de workshop foto's gemaakt en volgens mij ook een filmpje opgenomen.
En ik hoop dat dat social media kanaal nu, nu het proces is afgerond, weer nieuw leven ingeblazen kon worden. Want op een gegeven moment was daar corona. Ja. We moesten improviseren. Ja, ja. Exact. Oké. Okay. Ja. Nou, hopelijk wordt het inderdaad een terugkerend iets voor het Welland College. Dus dat ze voortaan de derde klas iets kunnen laten maken voor de tweede klas. Dus dat zou hartstikke leuk zijn voor zowel de bibliotheek als voor de school zelf. Al met al dat het natuurlijk een hartstikke gaaf project is om uit te rollen in de samenwerking. Ik denk dat het helemaal duidelijk is. Dus we weten genoeg over het project. En, ja. Dankjewel voor de uitleg en de toelichting. Nou, kom het een keer spelen. Gaan we. Ja,